En het bord is nogal. Hey, hallo jongens, en leuk dat je even kijkt naar deze video. Ja, zoals jullie kunnen zien ben ik aan het editen en ik heb een nieuw editprogramma gevonden. Dat heet Magic Movie Editor Pro 2016 Premiere. Ik wou, zoals ik al een tijdje geleden gezegd heb, al gaan beginnen met een nieuw editprogramma, een beter editprogramma. Windows Movie Maker is leuk, maar het is te eenvoudig. Het is te weinig dingen wat je ermee kan doen. En ik heb nu het programma, als het goed is, gevonden wat mij verder gaat helpen in het video editen. En dan speciaal voor jullie natuurlijk, dat jullie weer leuke filmpjes krijgen. Het is dus Movie Edit Pro 2016. Van Magic. Ik hoop dat iemand daar een beetje mee ervaring hebt. Iemand die me zou kunnen helpen. Graag. Want ik ben nog een beetje zoekend. Ik heb al een paar filmpjes al gekeken op YouTube. Om te kijken wat er allemaal kan. En er is echt heel veel mogelijk. Dus hebben jullie suggesties? Van joh, mooi, kijk daar eens naar, dat is leuk. En moet je dat eens proberen. Lijkt me hartstikke leuk. Zet het even onder in de comments. En dan lees ik dat allemaal. En dan ga ik dat eens uitproberen. Ik kan best wel wat hulp gebruiken met dit programma. Zo, omdat er best nog wel veel functies op zitten. Nou, ik ga nog even verder hiero. En ik spreek jullie wel weer bij een nieuwe video. Kan een vlog wezen, kan een livestream wezen. In ieder geval bedankt voor het kijken en laat even een berichtje achter in de comments, hè. Dankjewel, groetjes, doei doei. Ja, stoppen jongens. Ho maar, dit is goed. Ho maar.